Deze machine vreest een houten stuk voor de flight simulator van de F-35. De leerlingen van het zevende jaar houttechnieken van Richtpunt Campus Eeklo zijn volop bezig met de bouw. De school kreeg de opdracht van het Belgische leger nadat de luchtmacht nieuwe straaljagers type F-35 heeft aangekocht en dus nood hebben aan een vluchtsimulator. Ook wij zijn een bedrijf dat mensen zoekt, piloten, techniekers, ondersteunend personeel. Wij proberen dat op een manier te doen met dat iets visueel is, attractief. En dan zeggen wij, neem plaats in een F-35 cockpit. Om dat te kunnen zeggen, moet er natuurlijk op ware grootte een simulator zijn. De eerste is al in gebruik en de tweede zijn deze leerlingen aan het bouwen. En dat doen ze met de nodige trots. Dat is natuurlijk prachtig als je zoiets kunt doen. Je gaat dat nooit meer in je leven kunnen doen. Dat is mooi als je dat ook kunt voorleggen. Later aan een bedrijf dat je zoiets hebt kunnen maken, want niemand echt kan dat maken of mag dat maken. Voor een leerling die in zijn vrije tijd ook graag vliegtuigen gaat spotten, is dit echt een droom die in vervulling gaat. Ik ga zeker eens gaan bekijken op een beurs of zo. Als ik hem zie, ga ik sowieso kunnen kijken. Dat is ook mooi voor terug te zien van, ik heb dat stuk gemaakt, deels aan meegeholpen. Dat is wel mooi. De school kreeg dan wel de opdracht van de Belgische luchtmacht om de simulator te maken. Toch gaf de fabrikant van de F-35 de plannen niet aan de school. En ook Defensie deed dat niet. Zo is er naast het bouwen nog een extra uitdaging voor de school. De tekeningen, hè? Want hoe begin je eraan? Dus ik had niks, dus ik had geen enkele tekening van. Hadden we gezegd van kijk, we hebben een F-35. Ze hadden een tekening van een F-16. We zijn dan ook gaan kijken naar een model in Nederland, want de fabrikant maakt ook zo'n demoversie. Maar dat was niet echt. Dat stond me niet echt aan, dus we hebben zelf beginnen zoeken achter tekeningen. Wanneer het schermwerk klaar is, plaatst de luchtmacht nog de nodige computerschermen om een echt flight simulator gevoel te krijgen.